Hey, superteam! Het is Spidey-tijd! Vandaag gaan Spidey en zijn vrienden ons helpen met het oefenen van een nieuwe superkracht die we allemaal hebben. Geduld. Heb geduld. Weet iemand wat geduld betekent? Denk eerst rustig na voor je binnendert. Dankjewel, Black Panther. Heb je het begrepen? Yeah! Met al deze nieuwe kracht heers ik straks over de wereld. Geef het op, Doc. Oh, wacht even, Spidey. Niet zo snel. Jullie kunnen me onmogelijk tegenhouden. Oh nee, Spidey kwam veel te snel. Het scheelde een haartje. Als hij iets meer geduld had gehad, dan had hij een beter plan bedacht om Doc Ock te stoppen. Ik moet een plan bedenken en die stap voor stap uitvoeren. Kan jij het superteam helpen om geduldiger te worden, zodat ze beter problemen kunnen oplossen? Jullie moeten eerst goed oefenen. Goed gedaan, Team Spidey. Kijk, de Green Goblin zorgt voor problemen in het park met zijn ondeugende pompoenen. Omdat het hele park straks zal stinken. Jij gaat hier helemaal niks bederven, Green Goblin. Onthoud, we moeten geduldig zijn en een goede oplossing bedenken voordat we in actie komen. We hebben 3 opties om naar te kijken. Laten we raden welke de beste is. Laat maar weten of jullie aanwijzingen willen. We onderzoeken het. We kunnen de Green Goblin pompoenen laten gooien totdat hij zich gaat vervelen en weggaat. Of we kunnen als een team werken en een val maken om die vervelende pompoenen van hem af te pakken. Of misschien moeten we vragen of Black Panther komt om hem te stoppen. Wat denk jij? Team, we moeten praten. Probeer goed na te denken over je antwoord. Het is belangrijk om geduldig te blijven en niet haastig te antwoorden. Aha! Is het gelukt? Zijn jullie klaar om met z'n drieën dit probleem op te lossen? Echt wel? Kom op! Eén stinkende pompoen komt eraan! Natuurlijk! Als we samenwerken, geeft de Green Goblin het wel op. Geef hem terug aan Dobby! Grote Spidey's denken hetzelfde. Nee, mijn geliefde stinkpompoen! Haha, hij valt precies in de val. Goed gedaan, team. Yeah! Het is Spidey-tijd! We kunnen ook anderen helpen om geduldiger te zijn. De Hulk bijvoorbeeld. Als dingen niet zo gaan als hij wil, dan wordt hij heel boos en begint hij dingen te breken. Misschien moet je je woede een beetje zien te beheersen, Hulk. Dat kan ik ook. En als dat nog niet genoeg is, daagt Rhino hem ook nog uit. Ik zal bewijzen dat ik de sterkste ben. Wacht maar af! Hoe bozer de Hulk wordt, hoe meer er kapot gaat. Rustig met de stoep, groene reus. Het spijt me. De Hulk heeft ons nodig om hem rustig te houden. Iemand ideeën? Laten we die Spidey-hersenen aan het werk zetten. Misschien kan hij heel hard gillen om Rhino bang te maken en nog meer schade te voorkomen. Maar dan schrikt iedereen op de kermis zich misschien rot. Of hij kan rustig worden door tot 5 te tellen en diep adem te halen. Oh, relaxed. Maar wat als hij het uitvecht met Rhino? Misschien helpt een beetje beweging hem om zich te beheersen. We hebben niets te verliezen, toch? Je zult nooit de sterkste zijn. Niet zolang de Hulk in de buurt is. Huh? Laat los! Stop, Rhino! Dit is niet goed! Dat was geen goed idee. Ruzie maken met Rhino heeft hem alleen maar bozer gemaakt en voor veel schade gezorgd. Het is onmogelijk voor de Hulk om rustig te worden. Wat als we iets anders proberen? Kunnen jullie allemaal tot 5 tellen? Dat klinkt te gek. Kom, laten we samen met de Hulk en Spidey tellen. 1, 2, 3... Oh. Voelen jullie je al rustiger? Zo te zien de Hulk ook. Ja, goed gedaan. Bedankt. Wanneer we ons rustig voelen, doen we dingen beter. Zelfs schurken stoppen. Goed gedaan. Leren om mijn woede te beheersen gaat me helpen om een nog betere superheld te zijn. Zie je nu dat geduld een superkracht is? Yeah. Samen hebben we de beste manier gevonden om de Green Goblin te stoppen. En de Hulk heeft geleerd om kalm te blijven en zijn boosheid te beheersen. Dus wanneer er een probleem is, helpt geduldig blijven bij het vinden van een betere oplossing. Goed gedaan, Team Spidey! En onthoud, er zijn nog veel meer superkrachten die je kan vinden in de afleveringen van Spidey en zijn geweldige vriendjes. Abonneer je nu om meer video's te vinden. En kijk naar Disney Junior om je favoriete series te zien.